Waar moet volgens jou een goed toernooi aan voldoen? Nou ja, we proberen een toernooi op te zetten wat anders is dan andere toernooien. We proberen dat door een hoogwaardig toernooi neer te zetten met alles eromheen. Dus echt een feestje voor het publiek, maar ook voor de spelers. We organiseren ook een meet and greet, dus oud-leden en bestaande leden ontmoeten elkaar daar. En we proberen uiteindelijk ook alles op tijd te laten lopen, zodat iedereen ook op tijd naar huis kan. Je organiseert dit toernooi al 6 jaar. Waarom ben jij toernooidirecteur? Heel wat jaren geleden zijn we begonnen met een aantal gezelligheidstoernooitjes. En dat is eigenlijk heel snel populair geworden en groot geworden. Dus daar hebben wij gewoon op een gegeven moment ook toch wat iets professioneler het aan te pakken. We hebben eigenlijk meerdere taken verdeeld. En al snel ben ik in die rol gegroeid eigenlijk als het ware. En je moet uiteindelijk ook een paar gekken hebben die dat jaar in jaar uit willen doen. En ik denk dat ik een van die gekken ben. En ik hou heel veel voldoening uit een goed verlopen toernooi. En ook dat ik iets kan betekenen en kan doen voor anderen. Kun je al die toernooidirecteuren in Nederland bij al die badmintonverenigingen 2 ultieme tips geven? 2 ultieme tips? Probeer een schema te maken wat realistisch is, wat haalbaar is. En probeer wat extra's te organiseren voor toeschouwers, spelers en wie dan ook je wilt trekken eigenlijk naar het toernooi.